I'm selfish. Goedemorgen, het is vandaag maandag. De eerste dag dat ik niet naar school ga vanwege het corona. Vrijdag had ik überhaupt geen school, maar dan was ik ook al niet naar school gegaan hoor, als ik les had. Maar de eerste dag dat ik dus niet naar school ga vanwege het coronavirus. Ik zit ook helemaal in het licht. Dit is echt verschrikkelijk. Maar dus ik heb zometeen online les. En ik dacht, ik neem jullie gelijk even mee in dit hele gebeuren. Echt geen zin in. Your meeting starts in 2 minutes. Niet klikt, blijf je de meeste ook niet zo lang. Ik geloof dat er nog een tijdsduur voor staat. Maar het beginsel is, je komt op een site en je doet geen enkele activiteit en er niks mee doet. Dus ook niet leuk vindt. Ik heb mijn online les gehad en het was best wel ingewikkeld. Het is gewoon lastig om zo'n les te hebben en dat je niet direct vragen kan stellen. Ik zou eigenlijk nu dan een andere les hebben, maar dat moeten we individueel doen. Dus ik ben even naar de stad gegaan om een goede brace te halen voor mijn hand. En daar was ook een actie. Tippen zijn gratis. Nee, 1% gratis. En ik heb ook nog even zeep gehaald. Je handen wassen. Ik ga zo denk ik even een filmpje opnemen voor mijn vlog. Gewoon wat er allemaal een beetje gebeurd is in mijn vlog. Dat lijkt me wel handig. En dan schrijf ik dat even uit. Van vorige week. Want het zijn nu 3 weken in 1. En ik ga gewoon kleine belangrijke stukjes eruit halen. En die ga ik dan tellen van... Nou, het was een beetje gekke 3 weken. Maar dit is ongeveer allemaal een beetje gebeurd. En dan bam bam bam. Maar daarvoor ga ik eerst even... Jongbroek aan, want ik heb geen zin om hier in te lopen. En ondertussen ga ik zo eventjes wat eten. Even lunchen. Dus ja. Ik heb de hele dag aan school gezeten en nu om 5 uur is RTL Boulevard al begonnen. Dus dat ga ik even checken. Stef komt ook zo thuis. Ik moet vanavond wel eventjes aan school. Ik denk misschien, hoezo, je hebt toch vet veel tijd over. Maar het is ook nu opeens heel veel. Omdat we het allemaal zelf moeten doen. Dus nog harder werken. Goedemorgen jongens, het is vandaag woensdag en gisteren was mijn camera leeg. Dus ben ik daardoor ook sneller vergeten te vloggen, want elke keer als ik hem wilde pakken dacht ik, oh nee, hij is leeg. Ik heb trouwens, dit is nog steeds best wel een wondje, want ik pluk er steeds aan per ongeluk. Wat wil ik ook weer zeggen? Oh ja, gisteren hebben we met z'n allen geklapt. Ik heb het helaas niet kunnen filmen, want ik dacht, hoe moet ik dit filmen als ik moet klappen? Ja, dit kan wel. Verder is gisteren het nieuws gekomen dat ZZP'ers steun krijgen van de overheid. Wat voor mij heel fijn is, want ik ben ook ZZP'er. En ik kreeg wel een paar DM's van, hey, maar hoezo loop jij om inkomsten mis dan? Want influencer zijn, dat kan toch alsnog, zeg maar. Maar het is dus zo dat, er is al bijvoorbeeld 1 campagne die ik zou doen, is al verschoven. En dan denk je misschien, ja, maar dan krijg je alsnog het geld. Maar ik moet wel gewoon voor deze maand huur betalen, dus... Dat is het gewoon. En ik heb wel gewoon een spaarpotje, maar dat zeiden ze gisteren op tv. Op deze manier hoeven ZZP'ers niet hun hele spaarrekening te plunderen. Want ik bedoel, ja, dat is gewoon heel kut. Ik heb gewoon een spaarrekening voor ook onder andere mijn studie. En niet voor 3 maanden huur. Dus ja, en bedrijven die, die doen dus hun campagnes later. Maar wat ook gebeurt is dat... Er komen nu niet heel veel bedrijven en dat merk ik ook. En het is altijd wel een beetje zo, maar... er zullen niet heel veel bedrijven zeggen van... Oh ja, we gaan nu inderdaad geld investeren in een campagne met een influencer, snap je? Want er zijn nu dingen bij die bedrijven die erger zijn. Ze moeten mensen naar huis sturen. Ze krijgen ook minder binnen. Dingen uit China kunnen niet altijd meer geleverd worden. Maar ja, daarom loop ik dus ook inkomsten mis helaas. Maar ik ben heel blij dat de overheid dat gaat doen. Want dan, ik had gisteren nog over met Stef. Ik weet niet hoe ik dan mijn huur moet betalen. Dat klinkt heel heftig, maar ik ben ook nog maar 20, hè, jongens. Ik heb niet een spaarpotje van 4 jaar lang. Dit inkomen, want ik heb dat nog niet 4 jaar lang. Hoe gek ook, ik heb echt pas dat ik vast verdien... Aan mijn werk, dus aan YouTube, Instagram en zingen. Dat ik echt wel gewoon ervan kan leven sinds misschien een jaar of anderhalf, zeg maar. Ik moet wel zeggen, daarvoor kan ik ook niet sparen. Dus who knows, had ik het toen ook al, maar nu kan ik ook gewoon sparen. Oh, er komt de laatste tijd zoveel licht hier binnen, dat ik echt niks meer van de televisie kan zien. Dus maar even weer gewoon eentje dicht doen.
Ja, dat is wel beter. Ik ga dus eventjes chillen en even ontbijten. En dan ga ik met mijn groepje aan ons project en aan ons verslag eventjes werken. En ik denk dat ik het vanaf deze dagen iets minder druk ga krijgen. Maar je weet het niet. Ik heb net een online meeting, zeg maar, via een soort van FaceTime gehad met een meneer van... Ik noem het iedereen meneertjes. Een meneertje van opleiding communicatie in Almere. En dat was wel heel chill, want hij vertelde mij dat er ook een optie is dat ik volgend jaar instroom in een tweejarig HBO. Wat betekent dat je dan niet je bachelor hebt, maar je social studies. Maar dan kan je daarna nog je bachelor halen. Maar voor mij is dat misschien wel handig. Omdat ik natuurlijk zomaar na 2 jaar opeens wil stoppen. En toch voor de muziek wil gaan. Dus dat is wel iets om te overwegen. Verder lijkt het me een hele fijne school. Het is gewoon kleinschalig. En ik hou er persoonlijk van. Ik zat ook op een kleine middelbare school. Relatief kleine middelbare school. En hoe groter het werd, hoe minder leuk ik het vond eigenlijk. Dus dat is echt, ja, vind ik heel positief. En nu heb ik lekker muziek aangezet. En komt Stefan zo meteen thuis. Daar heb ik heel veel zin in, want ik ben de hele tijd alleen. Ik was natuurlijk heel lang in mijn bed blijven liggen. En ik heb nu eigenlijk een Engels college. Online dan natuurlijk. Van, omdat ik nog mijn Engels moet herkansen. Waarvan ik me echt heel erg afvraag wanneer ze dat willen gaan doen. Ik heb er geen zin in. Volgens mij is dit helemaal geen... college. Het is een Q&A session, dus je kan dan vragen stellen. Dat hoef ik helemaal niet. Nou, dan kan ik wel gewoon een bijt gaan maken. Ik weet het niet wat ik... Ondertussen is Eva hier. Is het voor jullie... Het is niet de eerste keer, toch, dat jullie in het virtual classroom zitten? Nee, oké, dat dacht ik al. Nou, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag, eindelijk. Het voelde echt als een eeuwigheid. Ik vind het heel fijn dat het eindelijk vrijdag is. Want dat betekent dat het over, als het 5 uur is, is het weekend. En ook voor Stefan. Voor mij is het sowieso al vis-à-vis. Maar, en dan dat we gezellig samen kunnen zijn. Zou we zo staan. Hallo. Maar we gaan morgen naar Zeewolde. Naar mijn ouders. We gaan even de auto van mijn oma waarschijnlijk lenen, want ik wil niet het OV in. Dat lijkt me gewoon niet zo slim. En misschien denk je van, goh, waarom gaan jullie alsnog mensen opzoeken en naar je ouders, maar... dit gaat ook niet zo lekker. Hou me gewoon vast. Maar... Stefan die werkt nu ook nog steeds gewoon. Dus dat is voor ons... Ja, ik bedoel, dan maakt het ook niet heel veel uit of we naar mijn ouders gaan of niet. Mijn moeder werkt ook, want die heeft een vitaal beroep. Dan denk je misschien, oh, die werkt in de zorg. Nee, haar, haar bedrijf, niet haar bedrijf. Haar bedrijf waar ze werkt, die zijn bezig met een medicijn tegen corona. Dat is een van die bedrijven die daarmee bezig zijn. Heel veel bedrijven doen dat nu. Dus daarom is ze ook nog aan het werk. En ik weet niet, in deze tijd met mijn oma en met coronavirus... Merk ik gewoon heel erg dat ik het even heel fijn vind om naar mijn ouders toe te gaan. En dat ik die ook wel heel erg mis. Dus dat gaan we dan lekker doen. Niet te vallen, nee. Ik krijg opeens pijsjes op mijn voorhoofd. En I know hier ook meer, maar what the fuck is dit? Het moet wel weer omgesteld worden, misschien is dat het. Hoi, wij zijn, tenminste, allebei, ja, wij zijn nu allebei thuis. Steph is even aan het sporten met van die elastieken. En ik ben vandaag bij allebei mijn oma's even heel eventjes geweest. Tenminste, bij mijn oma die ziek is ietsjes langer. En bij mijn andere oma ook even een bloemetje. Bloemjes te brengen. En daar had ik het wel eventjes moeilijk, maar... Nu zijn we lekker eten aan het maken. Pastertje. Kaas, verrat. En ik ga zo meteen ook dit maken. Bitterkoekjes cake. En dat neem ik dan mee naar mijn ouders. En ze rollen morgen een deel. En Stef gaat ook lekker... Heet het ook weer? Knoflookboter maken. En we gaan lekker Fresh Kids kijken. Yes! Dus dat. Hey! Je pakken. Hey lieve mensen. De laatste keer dat ik heb gevlogd was denk ik vrijdag. En mijn moeder komt er lekker langs. Was super gezellig. Afstand gehouden natuurlijk. Oh, jullie zien mij niet meer.
En toen zijn we zaterdag ook weer naar mijn ouders gegaan. En dat was ook gewoon heel fijn. Ik heb niet gevlogd, want afgezien van corona hebben we natuurlijk nu ook mijn oma die ziek is. Waardoor we ook gewoon voor mijn ouders wilden zijn. En voor mijn vader dan ook voornamelijk. Maar mijn moeder heeft nu ook al 40 jaar mijn oma als schoonmoeder. Dus ja, voor haar is het ook heel moeilijk. En er zijn, daarnaast zijn er nog meer dingen die vervelend zijn. Ja, we hebben nu al eten, toch? Ja, wel honger. Wij hebben vandaag lekker in de zon gelegen. Echt super chill. Verder gaan we nu lekker burgers eten. Hamburgers. Hè? Skaartje, pataartje. We hebben net geskyped of gezoomd. Heet dat? Met mijn broer, mijn zus. Vriendinnen van mijn broer, mijn zus en mijn ouders. Dat was also really exciting. En nu ga ik even Wierook aanzetten. Hey boy, I really wanna see you with you. I'm just my stuff. Kijk, ze heeft deze wel lekker. Ja, deze heb ik dus gehaald. Nee, ja, het lavendel vorige keer. Lijkt wel op elkaar. Want hier rook ook naar wc en deze ook. Ja, wat gek. Maar dit is die we normaal hebben. Ja. Ah. Ja, maar je moet het gewoon los van elkaar in de ding doen, toch? Ja. Dat is alleen maar logisch. Oké. Oké. Wil jij je broodje geroosterd of niet? Een beetje. Kijk, op de grill. Lekker burgers maken. Lekker. Voor het brand.